Goedemiddag, dames en heren. En welkom bij een nieuwe aflevering van een spannende Gossip Quiz. Want zo staat het tenslotte in de kranten geschreven. Een spannend spelprogramma. Nou, gisteravond ben ik naar een waanzinnig concert geweest van Gordon, Joling en Gerard. En ik moet zeggen, jullie, alle drie, jullie zijn toppers. Echt waar, ik heb echt genoten. Lekker zitten lallenballen. Zei ik het verkeerd? Gordon, Gerard Joling en René. Ja, natuurlijk, ja. Kan je nagaan, hè? Zo leuk was het. Ik ben nog helemaal in de war. Echt waar, jullie drie helemaal top. Nou, ik ben er weer helemaal klaar voor. We hebben de roddelbladen weer lekker doorgespit en de thee staat hier te dampen. En ik heb natuurlijk twee nerveuze kandidaten hier zitten. Mag ik ze voorstellen? Hier zijn Lianne en Rob. Lisanne, ja. Welkom in de show. Dankjewel. Rob, waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Waarland en dat ligt dan vlakbij Heerengewaard en Alkmaar. Ja. En Lisanne komt uit Heerengewaard zelf. Oké. Okay. Dus uit het noorden van Noord-Holland een beetje. Oké. Okay. En Lisanne, aparte naam trouwens, ja, hè? Een Franse naam. Is dat een Franse naam? Ja, eigenlijk is Lisanne. Lisanne. Maar ben je ook een beetje Frans dan? Nee, helemaal niet. Nee? Nee? Puur Nederlands. Puur Nederlands. Hé, maar waar ken je Rob van? Van een grote winkelketen. Ja. Waar ik ooit heb gewerkt. Ja. Samen met hem. En ja, we zijn eigenlijk de raarste mensen die daar hebben gewerkt. En zo, jullie waren lekker aan het keten. Soort zoek soort. Ja, ja, het was, ja, zo ging het eigenlijk wel. Want op een gegeven moment toen moesten we werken. Toen waren we alleen nog maar aan het praten. Ja. Dat schiet dan niet echt op, maar het was wel gezellig. Oké. Okay. Ja. Hey, en de roddelbladen, lezen jullie die film? Bij de kapper. Edson Boulevard kijk ik wel, maar ik lees niet echt speciaal die roddelbladen. En wat vind je nou van de afgelopen week, zeg maar, de meest opzienbarendwekkende roddel? Ja. Eigenlijk niet eens zoveel, want ik heb RTL Boulevard gekeken en ik met die sms'jes dan, met Ronald Koeman. Oh, Davy van Gogh. Ja, dat vind ik Vind je dat onzin? Waarom vind je dat onzin? Nee, je weet nooit of het waar is. Nee, het is wel apart en dat die vrouw... ze gaan er gelijk op in en het is alleen maar voor het geld natuurlijk. Ja, maar het is wel apart dat Boulevard eerst zegt, hè, wij weten het zeker. En dat dan die dag daarna komen ze eigenlijk van terug. Ja, maar ze hebben wel excuus. Ja, en ze hebben ook wel gezegd van, ja, wij hebben navraag gedaan of het mogelijk is om het sms'ie te versturen via iemand anders, telefoon of de computer. Ja. Dat schijnt niet te kunnen, heeft KPN dan gezegd. Ja. Dus dan heb je toch wel zoiets van, nou, dan mag je ervan uitgaan dat het ook zo is. Ja, het is wel wat dat je via een site nep sms'jes kan versturen. Hè? Ik wist dat helemaal dus niet. Ja. Nee. Dus ik ga ook eens even even googelen. Oké, okay, even relaties. Heb jij een relatie, Lisanne? Ja, ik heb een vriend. En zit hij te kijken? Ik denk het wel. Ik vrees van wel. Zeg eens wat lief tegen, alsjeblieft. Hi lieverd, ik hoop dat je het niet aan het opnemen bent, want ik wil het niet terugzien. Romantisch. En Rob, heb jij een vriend? Nee. Nee? Ben je wel op zoek? Nou, op dit moment niet echt. Tenminste, als het komt, dan komt het. Maar, ja? En op wat voor types val je nou? Dat je zegt van nou, daar wil ik wel eens... Ja. Share. Op Cher? Shut up. Nee, dat was in de auto. Nee, dat was in de auto. Dat was een hele domme... Want we hadden het over mensen die we wel mochten en wie we niet. En op wie val je? Op wat voor type Nou, uiterlijk, in Esther Will Turn spelen een aantal mensen dat je denkt van... Nou, wie? Nou, Simon, die zat daarin. Nou, die is echt geweldig. Ja. En Chris Hughes, dat is dan het personage die erin zat. Ja. En nou, de oude Chris dan. Okay. Nou, dat is... En wie vind je helemaal niet, wie vind je nou echt helemaal niet aantrekkelijk? Dat je zegt, nou, als ik niet tegenkom... Nou, ik denk dat je Willy Bord Verkren niet echt... Okay, nou, nee. Dat kan ik me ook in. En jij, Lisa? Wie ik niet of wie ik wel? Wie vind jij heel aantrekkelijk? Heel aantrekkelijk. De showbiz? Mij. Ik let daar nooit zo op eigenlijk. Nee. Even een andere vraag, wat heb jij met paaldansen? Nee, helemaal niks. Nee. Hoorde je? Nou, okay. Ja, elke week, elke vrijdagavond. Nee hoor, ik geef danslessen. Nee, ik zat er even geintjes over te maken. Paaldansles? Nee, helemaal niet. Streetdansles. Streetdansles? Kunnen we even een stukje... Ja, daar was ja natuurlijk. Kom, laat eens even een heel klein movie zien. Dan starten wij Ja, maar wat voor... fantastische Gossip Quiz zo. Ja, dan kom je hier, dames en heren. Hierop kun je niet dansen. Ja, doe maar. Ja, hier kan je niet op dansen, man. Prima. Ik ben heel slecht. Oeh, nee, ga even een klein move. Een hele vette move. Wow. Ongelooflijk. Dat is fantastisch. Okay, ik ben heel slecht nu. Heel slecht. Heel Zoals slecht. Jij dat deed op je buik, dan kom ik er nooit meer levend uit. Ja, maar ik ben heel slecht nu hoor. Maar kom er nu maar vooruit, want de bijbaantjes bij Centraal Station. Oh ja, ik zit alles helemaal vergeten. Echt fantastisch gedaan. Nee, ja. Maar ik zou heel graag Paul willen dansen. Zou je heel graag willen Paul dansen? Nee. Ja, maar je Kim Holland bellen, die geeft les daarin. Oh, toch? Ja, hij heeft het contact met Kim, hè? Ja, ik ken Kim wel, ja. Dus... Nou, 06 naar de... Ja. Naar de uitzending toch even weg. Hoe weet jij dan dat hij Kim kent?
de Gossip Quiz en in Hertha Boulevard waren jullie toch met dat item over dat nummer. Ja, shit hem. Oh. Dames en heren, hij komt er trouwens nog steeds aan, hoor, shit hem. Half juni wordt hij verwacht. Dat toch gaat ik denk, wij krijgen wel een single. Ja. Ik denk, we krijgen wel een single. Die krijg ik wel. Oh. Hey, we gaan even bijkomen van de opening. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn. Straks gaan we beginnen met het spel, dus we gaan jullie showbiz kennis testen. Maar voordat het zover is, wil ik even thuis jouw aandacht vragen. Want, wat is er namelijk aan de hand? Ik ga de lijn opengooien. 09098850. Ik heb een bedrag gekregen van 1000 euro. Dat is echt waar. 1000 euro ligt hier klaar. En wij spelen in de Gossip Quiz geen logo's en geen balletjes, helemaal niks. Dit is gewoon gegarandeerd. Dus 1000 euro gaat er zo meteen uit. Ik heb een hele lastige vraag voor je en hier komt-ie. Ja, oké. Dit is Henny Huisman. Maar wat gaat er gebeuren? Henny Huisman verandert heel langzaam in een andere bekende Nederlander. Ik wil van jou thuis weten in wie. En mensen thuis, ik weet het, u ziet te kijken en niemand ziet het nog. Ik kan me niet voorstellen dat iemand het al ziet. Want er gebeurt echt heel weinig. Ik zit echt te kijken, nou, minuscuul verandert hij, minuscuul. Het is gewoon nog 99% ja, Henny Huisman. Toch verandert hij, toch verandert hij. Of verandert hij nou niet? Ik zie gewoon nog steeds Henny Huisman. Het kan aan mij liggen, hoor, maar ik weet niet wat u er thuis van denkt, maar ik zie nog steeds Henny Huisman. 0909-8850. Dat is het telefoonnummer voor degene die het ziet. Wie in Nederland ziet het? Wie heeft de zin in 1000 euro? Ik zie gewoon nog steeds Henny Huisman. Let op dit nummer. 0909-8850. We hebben gezegd, we gaan vandaag een extra lastig spel spelen. Dat vinden wij gewoon leuk. Dus er moet echt een kanje thuis zitten die het al doorheeft. Maar daartegenover hebben wij 1000 euro hier liggen. 1000 euro mag ik weggeven. En het leuke is, het is gewoon gegarandeerd. Dus hier ligt gewoon een paar weken Kreta liggen hier. Nou, kom, we gaan snel even kijken naar de foto. Daar komt-ie. Ja, echt super, super lastig dit. Kijk goed, je ziet Henny Huisman. Nou, ik kan me echt niet voorstellen dat iemand het al gezien heeft, hoor. Ik kan me niet voorstellen. Maar snuitje verandert toch in een andere bekende Nederlander. En je moet toch echt wel, ja, een fanatieke televisiekijker zijn, wil je dit zien. Een goede puzzelaar, ja, iemand die goed is met gezichten. Want ik zie nog steeds, Henny Huisman. Nou, ben jij de topper die ik zoek? Ben jij dat? Laat het mij dan zo snel mogelijk weten op het telefoonnummer 0909-8850. Achter dit nummer ligt 1000 euro klaar voor degene die het antwoord weet. 1000 euro! Moet je eens voorstellen dat je met 1000 euro naar het reisbureau gaat. Nou mensen, dan red je toch Mexico wel. Lekker naar Turkije met het hele gezin, weet ik wat allemaal. Het is niet aan mij. Jij thuis weet als beste waar je dit bedrag voor kan gebruiken. En als ik nou zeg dat het achter 0909-8850 klaar ligt, dan speel je toch mee? Maar ja, dan moet je natuurlijk wel het antwoord weten. Ik wens jou heel veel succes en wij gaan snel door naar de headlines. Maar eerst natuurlijk een bakje thee. Toch? Dat is, ja, dat is Lisanne, zou jij dat willen inschenken? Want als ik het doe, dan zit altijd gelijk alles nou, onder. Ik denk dat ik hetzelfde doe, hoor. Ja? Ja. Gasten eerst, hè. Hey, ben je een beetje gasten? Sorry? Ben je een beetje een uitgaanstip? Nee, eigenlijk heel weinig. Nee, ben je een braaf huismuisje? Ja, een beetje wel. Geloof er niks van. Is er een nou ja, in huis ben ik niet braaf, maar... Oh. Nee, maar als ze uitgaat, dan gaat ze ook leuk uit. Ja? Dat wel. Okay. Absoluut. En jij, Roep, ben jij een stapper? Ook af en toe. Niet te vaak, maar gewoon af en toe. Dan is het gewoon leuk, gezellig. Ja, ja. Okay, maar niet echt elke week, want dan... Nee, dat is ook zo. Best wel slecht voor je portemonnee ook, dus ja. Schiet ook niet echt op. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Hoe heb jij? 21. 20. Oké, okay. Hey, nou, we gaan beginnen met de headlines. Daar draait het natuurlijk om. Hè. Hoe goed hebben jullie de roddelbladen gelezen? Er verschijnt er een in beeld. Als je weet over wie het gaat, geef het goede antwoord. En 10 punten zijn erbij. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Dames en heren thuis, speelt mee. Daar komt de allereerste headline. Hoe zijn bruid ontvoerd? Hoe zijn bruid ontvoerd? Niet Wilbert Gieske, hè? Ja, natuurlijk, Rob. Wilbert Gieske is goed geantwoord. Ja, die is getrouwd, hè? Ja, we hadden het toevallig in de auto over. In de auto hadden we al die headlines nog even snel doorgenomen. En we zaten zo van, ja, Wilbert Gieske is al getrouwd. Ja. En ik had zoiets van, nou, ik weet niet of hij nou een bruid ontvoert. Maar... De eerste 10 punten zijn binnen. Kijken jullie vaak goede tijden, slechte tijden? Nee, nooit. Echt waar niet? Nee. Waarom niet? Nooit thuis. Oh, nooit thuis? Ja. Ik haat het gewoon. Ik vind het... Ja, vroeger was het wel leuk. Maar waarom haat je het dan? Nou, vroeger was het leuk, alleen toen op een gegeven moment zijn er allemaal van die jonge mensen ingekomen. En
Aan wie irriteer je dan in die serie? Dat je zegt van, nou, die mag er van mij. Ik denk dat je beter kunt vragen aan wie niet. Nee, ik vind het gewoon. Vroeger was het leuk. Toen had ik ook echt Dian en Bowien, dat vond ik hartstikke geweldig. Zal ik je eens wat leuks vertellen? Vertel. Die Koert-Jan de Bruin, die is toch heel lang in coma geweest? Ja, in de serie. Ja, weet je waarvoor dat was? Nee. Waarom houden ze mensen nou in coma in de serie? Hij was zwanger. Nee, hij was zwanger. Nee, Koert-Jan de Bruin, die heeft in de musical De Jantjes gespeeld. Okay. En daardoor kon hij dus niet meedoen met Goede Tijden, Slechte Tijden. Dus hebben ze hem in de serie zogenaamd in coma geslagen. En nou is de Jantjes weer voorbij. Dus komt hij in één keer weer. Want volgens mij heeft daar gewoon een paar weken lang iemand van de catering gelegen. Nou, met dat stond wel in de bladen, geloof ik. Ik weet alleen of ik had ergens gehoord, of in Hertha Boulevard of zo. Cake je? Oh, waarom niet? Space cake. Het is nog niet Space cake. Ja, space cake. Nee, maar er stond in Hertha Boulevard of zo dat hij ook vervangen was of zo. Door op een gegeven moment echt een heel mager persoon of zo. Dat hij echt zoiets had van, nou, wat je daar nu hebt liggen, dat lijkt echt. Ja, maar dan komt er een coma, dan val je af. Maar goed, we gaan snel door naar de tweede headline. Daar komt hij. Oh la la, in Nederland. Oh, Ferry Sommertje. Wie? Ferry Sommertje. Ja, natuurlijk. Goed geantwoord. Ja, ja. Ik weet nooit, die sterren die altijd in het buitenland zitten, hè? Zeggen dat ze wel liever in Hollywood gaat. Blijven, zei hij. Nou, hij heeft wel een mooi huis, hè? Gezien? Ik heb het niet gezien. In de bladen. Ja. Heb ik het gelezen. Maar zal het ook wel zijn huis zijn? Of zal hij gewoon op het strand een kiekje genomen hebben? Nou, het is eigenlijk in zo'n studio gewoon zo'n voorkant. Of van de poster gewoon. Ja, hè? Net als en dan erop staan. En, ja, sorry Ferry, ik weet natuurlijk niet wat waar is. Nee, maar goed, leuk huis. We gaan snel door naar de derde headline. Rammen er maar in. Heeft toch nog haar gezin bij elkaar. Manny van Dijk. Ja, natuurlijk. De eerste 10 punten zijn binnen voor Lisanne. Ik ben gewoon traag. Vind je het een leuk stel? Chris, Wendy en Sam? Ja, nou, ik vind Wendy gewoon een leuke actrice. Dus, actrice? ook. Ja, ook. Ze heeft in ze zit in een chips. Ja, ik ben niet zo dom. Ja, wat vind je van Chris Segers? Vind je dat een mooie man? Ja. Ja, die komt wel aardig in de richting. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wens even heel veel geluk. Toch, ik vind wel dat ze met z'n drieën. Lijkt me wel leuk als die met z'n echt bij elkaar blijven, toch? Ja, leuk dan Sander. Mooi blond stel. Oké, we gaan snel naar een headlijntje spelen. Hier komt nummer 4. Moeite met seks? Wat? Jordine Verbaan. Nee. Wie was dat nou? Chantal Jansen. Chantal Jansen, ja, inderdaad. Loeder. Ik zei het fout. Loeder? Oh. Ja, Chantal Jansen. Ja. Zij heeft dat stukje gelezen. Zij zei, dat kan nog wel belangrijk zijn. Ik had zei van, nee, dat vragen ze niet. Nou dat wel, vragen dus. Wij juist wel hier in de Kossenquiz. Ja. Waarom had ze dan moeite met seks? Dat heb ik niet gelezen. Ik bedoel, is... Nou ja, ik ga... Nou ja, maakt niet uit. We gaan het een keer aan de vragen. We gaan snel nog een headlijntje spelen. Daar komt nummer 5. Het is allemaal jaloezie. Het is allemaal jaloezie. Maar zeg het dan. Ik weet het, Guus Meeuwis. Ja, dat is inderdaad goed geantwoord. Dat weet ik dus echt niet. Maar het geeft mij nu angst. Ja, dat, dat ze vinden dat hij het voor het geld doet. Maar dat hij het doet als eerbetoon. Maar dat denk ik ook wel dat het waar is. Ja. Want ik heb het toen helemaal in het begin heb ik gezien bij... gehoord bij Edwin Evers. Die ging toen allemaal bekende sterren... ging hij nummers laten zingen voor het zoveeljarig bestand. Was het ook weer. Ja, maar Guus heeft ook heel veel problemen gehad. Hij zat heel lang te twijfelen van moet ik het nummer nou wel... of moet ik het nummer nou niet uitbrengen. Want hij wist dat dit gezeik eigenlijk zou beginnen. Ja, maar er was heel veel vraag naar volgens mij. Ja. Ook via 538. Ja. Dus, maar ik vind het een prachtig nummer, toch? Ik ook. Ik vind het heel mooi. Ik vind hem eigenlijk stiekem mooier van hem dan. Ja. Ze zei ook, tenminste ik kwam er ook weer via Boulevard achter... Want de puntentelling staat te rammelen. Ja, de puntentelling staat te rammelen. We gaan even kijken wat er gebeurt. Dus daar komen ze. 2020, het is gelijk. Rob en Lisanne, jullie staan nek aan nek. Ongelooflijk. Nou, toch goed gedaan. Hey, gaan jullie even lekker van de thee genieten en de cakejes smaken, zie ik. Ja. Ja? Dan ga ik snel lekker nog vers. Even... Lekker vers. Niet oud. Kruip ik snel nog even bij jou de huiskamer in. Ja, want ik zit hier nog steeds met 1000 euro. En ik weet zeker, iedereen kan 1000 euro gebruiken. 0909-8850 is misschien wel het allerbeste nummer wat jij deze week gebeld hebt. Want 1000 euro is ongelooflijk veel geld. Het is gegarandeerd. Dus wat je ziet, is ook wat je krijgt. Maar het begint natuurlijk met die opgave, want ik ben het ermee eens. Hij is pittig, kijk mee. Daar is hij weer, Henny Huisman. Dus ga niet bellen voor Henny Huisman, hè. Ik denk niet dat iemand dat doet, maar dat is niet mijn vraag. Henny Huisman verandert in een andere bekende Nederlander. Ik wil van jou weten in wie verandert Henny Huisman. Mensen, wij spelen hier voor 1000 euro op 0909-8850. Dus als je nou het antwoord ziet... en je weet welke
Ja, wie wij zoeken, daar speel je toch mee. Ben jij thuis die topper? Ben jij thuis die topper? En heb jij zin in 1000 euro? Hier liggen jouw kansen. Hier ligt het geld te wachten. En ik zou zeggen, probeer het gewoon allemaal een keertje. Doe het gewoon voor de lol, je weet het maar nooit. Want die 1000 euro gaat er zeker beter uit. Dat is één ding wat echt waar is. Die 1000 euro gaat eruit. Aan degene die dit antwoord weet. Hij is echt lastig. Toen ik hem ook voor het eerst zag, ik had zoiets, nou, kunnen we dat wel spelen? Ik heb ook een paar minuten moeten kijken. Maar uiteindelijk viel bij mij het kwartje. Maar valt bij jou thuis ook het kwartje? Nou, als bij jou thuis dat kwartje valt, geloof me, dan kan dat jou heel veel euro's opleveren, hoor. Want 1000 euro ligt hier klaar. En ik weet, vakantiegeld is uitgekeerd of komt er nog aan. Maar heel veel mensen gebruiken dat vakantiegeld voor actiegiro's of schulden of wat dan ook. Maar hier, dit geld mag je gebruiken voor wat jij wil. 1000 euro is echt ongelooflijk veel geld. Het is meer dan 2000 piek. Meer dan 2000 piek. Dus iedereen kan het gebruiken. 0909-8850. We gaan snel nog even kijken naar de foto. Daar komt-ie. Ja, het gaat echt snel. Het gaat echt snel. Dus je moet echt een topper zijn, wil je dit zien. Want het is gewoon nog steeds Henny Huisman. Het is nog steeds Henny Huisman. 0909-8850. Het lijkt wel of Henny aan de botox heeft gezeten. Want hij wordt er, wordt er iets jonger op, lijkt het wel. Hij wordt er iets jonger op, ja. Nou, wie zoek ik? Wie zoek ik? En als je het nou thuis weet, laat die kans dan niet liggen. Dat meen ik echt serieus. Als je nou het antwoord weet, blijf dan niet zitten. Maar probeer het gewoon een keertje. Het allerergste wat je kan overkomen, is dat je die 80 cent kwijt bent. Het allermooiste wat je kan overkomen, is dat je straks 1000 euro rijker wordt. En het gaat gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. Zometeen wordt er iemand 1000 euro rijker. Nou, geloof me, dan ben je echt een topper, hoor. Ik weet niet wat je gaat doen met dat geld, maar ik weet zeker weten dat het goed komt. Nou, kijk naar die Henny. En probeer uit te vissen wie ik zoek. 0909-8850. Dat is het telefoonnummer. Voor 1000 euro. Het juiste antwoord is hier in de Kossenquiz vandaag 1000 euro waard. En kom op mensen, we spelen niet voor een tostijzer of weet ik wat. We hebben hier gewoon keide doekoes liggen. En ze gaan eruit. En ik weet zeker, iedereen kan het gebruiken. Nou, 0909-8850. Ik wens jou heel veel succes. En wij gaan snel door naar waar of niet waar. Staat u nou diep te zuchten? Nee. Heel erg in te houden, we zitten om te lachen. Echt continu in een lachbui. Ja, heb je een lachbui? Oh, dat hebben we altijd. Nou, gezellig toch? Nou ja, ik weet niet of het op camera ook zo gezellig is. Ja, maar... ja, vast okay. Zeker. Hey, wij gaan spelen waar of niet waar. Ja. Het is gelijkstand. Lisanne, als je deze vraag goed beantwoordt, mag jij beginnen. Robert ten Brink. Waarom is voor Robert ten Brink een speciaal jaar? Is dat A, omdat de 250ste uitzending is van Ooit Niet Eens Laf? Of B, omdat hij 50 wordt? Omdat hij 50 wordt. Goed geantwoord. Ja, goed geantwoord. Jij mag beginnen. Oké, waar of niet waar? Ik lees een verhaaltje voor. En dat wil ik voor jou weten. Komt hij uit de Roddelbladen of uit de Fabeltjeskrant? Oké. Aukje van Ginneken heeft opnieuw een bandlid van Direct aan de haak geslagen. Een aantal maanden geleden verbrak zij de relatie met de drummer Jamie. Maar inmiddels heeft ze hem vervangen door de liedzanger Tim. Niet waar. Wat zeg je? Niet waar. Niet waar, dat weet je zeker? Nee. Je kan nou nog wisselen. Oké, het is waar. Maar kan je ook in de zijde nemen? Nee, dat doet hij altijd. Ja, nou, het is waar en niet waar. Het is niet waar. Niet waar is goed geantwoord, ja. Wat nou, dat doet hij altijd. Oh, dat doe je altijd. Kijk je vaak naar dit programma? Ja, over het algemeen wel. Ja? Want de zondag is altijd zo'n saaie dag gewoon, weet je wel. Als je uit bent geweest, dan lig je nog half dood in je bed. En als je niet uit bent geweest, lig je ook nog half dood in je bed. Dus je ligt een beetje half dood in je bed, lig je dan naar mij te kijken. Ja, maar wat komt er anders op tv? Ja, ik bedoel, dan is dit het leukste. Nee, dit is serieus het leukste op tv dan. Dus ik bedoel, wat moet je anders dan... Maar dat vind ik wel heel leuk om te horen. Ja, maar... Ik ben serieus, ja. Bij gebrek aan dus, nou ja, en het was helemaal bekend geworden natuurlijk toen met die Madonna wannabes. Nou, toen was ik echt helemaal verslaafd. Dat was echt een knal, hopen dat er nog zoiets zou komen. Ja. Ze staat alsof we zullen de Cheeky Girls nou doen, maar maar niet. Nee, oké, we gaan ook voor jou hebben een waar of niet waar. Chris Segers gaat op vakantie met Xander de Bruisnier. Voor het programma Joren Travel gaat Chris naar Zuid-Afrika. Omdat Xander bezig is met ontwikkelingswerk in datzelfde gebied, hebben de mannen van Wendy besloten om samen te reizen. Doet hij wat aan ontwikkelingswerk? Ik zeg niks, want jij kijkt vaker naar dit programma. Het is een lastige, hè? Waar? Waar? Ja. Is fout geantwoord. Ja. Het is niet ik waar. Ik vond het al zo raar, maar ik had zoiets, dan is het natuurlijk juist wel weer waar. Nee, dat zou toch niet kunnen, die Sander en Chris dan samen? Nee. Weet dat ik. Dat kan misschien ook wel, hoor. Ik weet het natuurlijk ook niet. Lisanne, je staat nu aan kop, dus het gaat goed.
Victoria Hout gaat binnenkort uit de kleren voor de Playboy. Er is alleen één probleem dat haar in de weg staat en dat is haar familie. Haar familie wil absoluut niet dat Victoria zich zo verlaagt en de kans is groot dat ze haar gaan verstoten. Dat is wel waar, denk ik. Haar verstoten? Ja, wel ja. Ja, echt waar? Ja. Victoria Hout, ga je die verstoten? Of ja, wel ja. Zeker weten? Ja. Waar? Ja. Goed geantwoord. Ja. Heel keurig van je. Ik wist het niet hoor. Ik vind dat toch wat, die Victoria in dat blad. Ik wist het niet. Ik vind haar wel een mooie dame. Tenminste, maar ze ziet er gewoon mooi uit. Prachtige vrouw is het. Maar ik had nooit verwacht dat zij dat zou gaan doen. Nou, ja, anders voor geld, eigenlijk? Hè? Wie zou jullie graag eens een keer in zo'n blad willen zien? Dat je denkt, nou, die zou ik wel eens een keer... Uit wat? Uit wat voor oogpunt bedoel je dan? Nou, gewoon een vrouw dat je denkt, nou, dat lijkt me echt humor als die er eens een keer in zou gaan staan. Echt humor? Ja? Humor. Oeh. Ja, Sugarly Hooper lijkt me geen humor meer. Lijkt me echt een nachtmerrie. Ja, dat wordt een A5 gemaakt. Op zo'n uitklapposter. Oh. Kun je gelijk een picknicken dan op de uitklapposter. We houden van Sugarly. Sugarly, ik ben top. Ja, oké. Okay. We gaan snel naar de volgende waar of niet waar. Rob, voor jou. Ja. George Clooney is niet langer samen met zijn vriendin Lisa. Dit omdat hij een wel hele hechte vriendschap onderhoudt met Eva Longori. Wat is van dat nou voor een naam? Longoria of zo. Spreek ik dat goed uit? Longoria is Longori, oké. Die momenteel schitterend in Desperate Housewives. Prachtige serie. Lisa weigerde de tweede viool te spelen. Waar? Fout, niet waar. Het gaat helemaal goed. Nergens over, Rob. Echt waar. Het gaat echt Ga maar naar huis. Ja, ga maar naar huis. Ik maak het al af met Lisa. Hey, Desperate Housewives. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik ben er verslaafd aan. Ja. Geweldig. Ja, leuk, hè? Ik heb het al één keer gezien. Ja, nou, ik vind het ook wel leuk. Al die gebotoxte types erin, hè? Nee, ik vind het echt leuk. Ja, ik ook. Maar wat ook leuk is, dat is de tussenstand. Want wat is er gebeurd? Het is eigenlijk al een beetje bekend. Hè? Ja, kijk eens, Twitter voorop en 40 voor Lisanne. Lisanne. Toch? Hoe spreek je dat in het Frans? Lisanne. Hè? Lisanne. Nee, zeg maar gewoon Lisanne. Lisanne, oké. Of Liedepie. Rob, wat zei je nou? Kan je dat nog even zeggen? Of Liedepie. Wat is Liedepie? Dat ben ik. Nee, iedereen kort het altijd af met Lee. En Lee werd Liedepie. En Liedepie werd mijn... Je boezem? Mijn boezem. Bedrijfje. Mijn poppetjes die ik teken. Oh ja, poppetjes heten Liedepie. Ja, even sluiten. Ik dacht, jou noemt je boezem Liedepie. Ja. Lee en de Pie. En wie is dan Pie? Dat is gewoon... Ja, dat zit daar ergens. Hij is Rob de Pop. En, oh, en Rob de Pop? Dames en heren, de spacecake begint te werken. Ja, ik heb ook genoeg. Wow, dat gebeurt het helemaal. Ja, we gaan onze gasten even afvoeren in alle hysterische toestanden. En ga ik er even jou gezellig thuis op visite. Kom ik. Gezelligheid ten top is dit natuurlijk. Maar ik heb hier nog steeds 0909-8850. Mensen thuis, echt waar. 1000 euro is echt fantastisch. Is ongelooflijk veel geld en hier kan je het winnen. Waar kan je zo snel mogelijk geld verdienen als hier in de Gossip Quiz? 1000 euro op telefoon met 0909-8850. Kijk mee naar de opgave. Henny Huisman, ik geef je even de tijd. Concentreer je goed. Doe rustig aan. Want dit is toch wel een van de... allermoeilijkste die wij ooit gespeeld hebben. Dat is echt waar. Ik zou het echt heel knap vinden als... Oh, de band valt weg. Als jij dit ziet. Dat zou ik echt heel knap vinden. Dan ben je echt een topper. 1000 euro ligt hier klaar op het telefoonnummer 0909-8850. Een heel simpel nummer voor een waanzinnige prijs. Want 1000 euro, echt waar, je krijgt ze zomaar voor ons. Je krijgt ze zomaar op je rekening gestort. En ik hoorde net ook iemand zeggen dat ze het zo snel mogelijk gaan doen. Dus jij krijgt zo snel mogelijk die 1000 euro op jouw rekening. Nou, en dan lekker naar het reisbureau of net zoals de sterren naar de PC Hoofdstraat. En je lekker helemaal blauw shoppen. Het kan allemaal, maar ja, het is niet aan mij natuurlijk. Jij weet thuis als beste, hé, dat is mijn cakeje. Waar je het voor kan gaan gebruiken. 0909-8850. Zo'n simpel nummer. En trouwens, je weet direct of je er doorheen bent. Hè? Dus als je nou denkt, nee, 1000 euro kan ik gebruiken. Pak die telefoon, weet je wat, denk eens, doe eens even gek. En je weet direct of jij er doorheen bent, ja of nee. En als jij nou 10e bellen bent, ja, dan is het feest. Want dan zit je in die finale pool. Dus als je nou geen 10e bellen bent, dan moet je gewoon een paar keer proberen. Want die 10e bellen word je vanzelf wel een keertje. En die 10e bellen, nou, dan ben je echt op een exclusieve plaats. Want het is maar zo'n poeltje. Dus kom op, 1000 euro ligt hier klaar.
0909-8850. Ben jij mijn topper thuis? Speel dan mee. Echt waar, het is een hele makkelijke manier om geld te verdienen. Dit is live televisie. Ik zit hier in Aalsmeer. En jij zit daar thuis heerlijk op de bank. En ik heb 1000 euro weg te geven. Maar goed, nou, ik moet echt weer door. Het gaat supersnel. Wil je 1000 euro hebben? Speel dan mee op 0909-8850. En nu is het tijd voor de spannende ronde, ouder of jonger. Proost. Ja, dat heb je bij die telefoon. Moet je alles zelf doen. Ik wil het nog wel even zeggen. Je doet het wel steeds leuker, die show. Serieus waar. Je komt steeds losser. Vind ik wel. Ja, echt. In het begin was het een beetje dat je handtekeningen na de show. Ja, sorry. Nou, dat vind ik wel echt heel leuk om te horen. Ja. Lekker los. Ja. Dus, nee, maar ik moet ook zeggen, ik begin me ook steeds meer thuis te voelen eigenlijk. Ook zo in mijn decoortje. Het is echt een beetje is precies zoals een beetje thuis. Zo op mijn huiskamer geworden. Ja. En je mobiele telefoon wel heel gaaf. Ja, cool hè. Ja, die komt straks in bed. Nou, wij gaan spelen ouder of jonger. Een beetje goed in? Nee. Oké, dan. Hij niet. Rob, ik ga met jou beginnen, want je zat... Ik zie echt opeens allemaal royalties hier opeens voor me. Maar... Weet je wie dit is? Ja, dat is Jos Brink. Oef, zo, jongen. Ik weet nog wel wat. Oké, de volgende foto is... Adelle Bloemendaal. Ja, het is echt heel lastig. Maar is die ouder of jonger? Jezus. Nee, die is het niet. Nee. Oké, zeg het maar. Ouder. Ouder, jij zegt, is ze ouder of jonger? Ja, goed antwoord. 1933. Oh, maar dat had ik niet verwacht. Dat is een leeftijd, zeg. Ja, ik zat met een beetje of zo. Ja. De volgende foto is... Joop Braakhekken voor Lisanne. Ik wil wel zeggen, ben ik nog een keer. Ah, jonger. Jij zegt jonger dan 1933. Ik hoop het ook voor Joop. Voor Kijk hem. Eens, goed geantwoord. 1941. Rob. Ja. Voor jou heb ik Astrid Joosten. Oh. Die is jonger, volgens mij. Ja, jonger. Ja, dat weet je zeker? Ja. Jonger dan 1941? Ja, maar goed geantwoord, 1958. Lastig spel vandaag, hè? Ja. Lisan, voor jou heb ik Johan Cruijff. Ja, Tilly en Lily die gaan bewegen. Die is ouder. Ouder, jij zegt ouder dan 1958. Wij gaan kijken, is het waar? Ja, natuurlijk, 1947. Rob, voor jou heb ik Jan Mulder. Ik heb zomaar uit mijn hoofd geleerd. Jan Mulder. Zeg het maar. Die doen we... Jonger? Jonger dan 1947? Ja. Nee. Ja, ouder, ja? Nee. Hij is ouder. Ouder. 1945, ja. Eentje fout, helaas. Lisan, Patty Bart. Ik weet je. Grote vriendin, Patty Bart. Die is jonger. Die is jonger dan 1945. Ja, moet ik hoop wel. Het voor de... Ja hoor, 1955. Blijft er mooi uitzien, hè, die Patty Bart. Ik vind het nog steeds toch wel een mooie vrouw. Vind je? Ja, ik vind het toch wel stijl. Ik bedoel, ze is niet lelijk, maar om nou te zeggen dat ze met de jaren mooier wordt, dat... Nou, nee. Ik vind mijn zus knapper. Ja, oké. Okay. Nou, dat is ook een beetje verder. Ik heb voor... Jij bent aan de beurt, Rob. Ik heb voor jou... Hallo? Oh, de redactie Hi. Slaapt. Ja, Jeroen Krabbe. Zeg het maar. Ja. Ik wil het nu weten. Ouder. Ouder dan 1955. Goed geantwoord, 1944. Lisanne, voor jou heb ik André de Rieu. Die is jonger. Die is jonger dan 1944. Denk jij, zou dat waar zijn, ja of nee? Ja, goed geantwoord, 1949. Jullie zijn best goed. Ja, jullie zijn best goed. Voor amateurs. De laatste twee foto's. Rob, voor jou heb ik... Lee Towers. Waar is het? Die komt uit... Die is 60 of zoiets, geloof ik. 60? Die is 60. Dus dan doe ik... Rekenen. Ja. Nu zeggen. Hij is... Wat doen we? Antwoorden. Jonger. Jonger. Nee, oh, joep. Fout. Ja. 1946. Nou, wie gaat er naar de finale? Wie zou wie? De laatste foto. Nee, je gaat... Henny Huisman. Daar is hij weer. Is jonger. Jonger dan 1946, wij gaan kijken. Dat is goed geantwoord, jou in 1951. En dan nu het moment, de tussenstand. Wie gaat door naar die finale en wie gaat naar huis met niets? Daar komt die, de tussenstand. Je moet het goed hebben, hè. Ja, hij komt eraan. 50 voor Rob en 90 voor Lisanne. Ja, echt fantastisch. Koning. 90. Koning. Hey Rob, helaas jongen, ik moet afscheid van je nemen. Maar jij krijgt van mij een roze of een witte? Roze. Zou ik de roze doen? De roze, jij krijgt mij de roze. Kijk eens, het allerberoemdste I Love the Cosmic T-shirt. Alles slecht. Supercool dat je was en we gaan afscheid nemen. Mag ik nog wel de groetjes doen? Heel snel. Oh ja, natuurlijk. Kijk eens naar waar dat lampje gaat branden. Ik wil de groetjes doen aan Mirte en Kim. En ik wil Floortje bedanken, Wouter bedanken. En vooral mijn tante, Maya en Emma de Boer. Oké.
En nou, wegwezen. Fijn door de achterdeur. Oké, okay. Hey, doei. Hey, doei. Succes. Hey, kom snel gezellig lekker dichterbij, Lisanne. Eindelijk ruimte. Ja, zometeen met jou die spannende finale. Maar ga even lekker bijkomen, neem een slokje thee of zo. En in al deze tussentijd ga ik snel nog eventjes naar de kijkertjes thuis. Wat gaan we doen? Gaan we nog verder met het spel? We gaan nog verder met het spel. We hebben nog steeds geen winnaar. Dat betekent dat die 1000 euro hier nog steeds ligt. 0909-8850. En dit is het bedrag wat wij gegarandeerd weg gaan geven. Zeker weten geld. Wat je ziet en ook wat je krijgt. Dus als jij thuis zit en je denkt 1000 euro, dat kan ik wel gebruiken. Dan moet je gewoon even meespelen op 0909-8850. Maar alleen als jij het antwoord weet op deze vraag. En dan ben je een topper als je het weet. Dit is Henny Huisman. En Henny Huisman verandert heel langzaam in een andere bekende Nederlander. En ik zou het heel knap van jou vinden als jij weet in wie. 1000 euro gaan wij weggeven. Dat is toch fantastisch? Dat is toch fantastisch, 1000 euro? Ik zou het wel weten. 1000 euro, wat zou je er allemaal mee kunnen doen? Ja, ik kan zat leuke dingen verzinnen. Echt waar, maar goed, jij thuis ook. Dus als jij nou thuis leuke dingen kan verzinnen voor jezelf, wat jij met dat geld zou gaan doen. Nou, wat let je dan om mij te bellen op 0909-8850? Wat let je dan? Kom op, 1000 euro. Hier liggen jouw dromen klaar. Door middel van een heel simpel telefoonnummer kunnen ze allemaal werkelijkheid worden. Het is echt fantastisch. Jouw dromen worden hier waarheid in de Gossip Quiz. 1000 euro. De tijd begint trouwens te dringen. Dat meen ik echt serieus. De tijd begint te dringen, want Lisanne zit al klaar voor de finale. En daarna gaan we alweer uit de lucht. Dus dit is het moment als jij nu denkt, 1000 euro wil ik hebben. Dit bedrag, als jij dat wil hebben, op 0909-8850 geef ik het weg. En ik vind het echt hartstikke leuk om weg te geven. En het is ook nog eens gegarandeerd mooi, kan ik het niet maken. We gaan voor de allerlaatste keer kijken naar de foto. Allerlaatste keer, super spannend dit. Wie ziet het en wie ziet het niet? Het is nu of nooit. Het is echt nu of nooit. Dus als je het nu niet ziet, nou, dan ben je bang dat het niet meer goed komt. En als je het wel ziet en je hebt niet meegespeeld. Oh jongens, dat vind ik echt zonde. Dat vind ik echt zonde, dat je dan die kans laat liggen. Hè, waarvoor gebruik je het voor je kinderen, je kleinkinderen? Misschien wil je een leuke auto kopen. Je kan zo een klein leuk tweedehandsje ervoor halen. Of misschien zeg je, nou, ik wil net zoals Lisanne mijn rijbewijs halen. Toch? Ja. Oh. Dat kan ook met 1000 euro. 0909-8850. Het is nu of nooit. De foto komt niet meer terug. Dus nu is het moment aangebroken dat jij thuis voor jezelf moet beslissen van, ik bel helemaal niet. Maar als jij niks doet, dan doet je bankrekening ook niks. Of je denkt van, oké, ik zie de lol ervan in. Ik draai één keer 0909-8850. Na de finale heb ik een winnaar. Dus kom op met z'n allen. 0909-8850. Goed luck. Ja. Ja. Het moment suprême is aangebroken. Ik heb hier 10 vragen. Als je ze alle 10 goed beantwoordt, krijg je van mij 500 euro. 50 euro per goed antwoord. Als je het niet weet, dan roep je ik pas. En dan gaan we snel door naar de volgende. Oké. Een beetje tempo, want we hebben 1,5 minuut de tijd. Oei. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, stilte op de tribunes alstublieft. Daar gaan we. Lieve Lisanne, heel veel succes. Zijn vriendin Zwanet heeft onlangs het leven geschonken aan hun dochter Lara Lidie Adrianne. Pas. Pas. Ook deze prinses is nu zwanger. Met de Marit? Nee, fout geantwoord. Letizia van Spanje. Oh, okay. Deze 79-jarige acteur is vorige week getroffen door een herseninfarct. Ja, ik weet het. Kom op. Hij gooit wel eens met wat dingen. Ja, hij is heel erg rijk. Rijk te gooien. Rijk te gooien natuurlijk. Tegenwoordig is zij een populaire Nederlandse zangeres en actrice. Maar vroeger werd het eeuwige zusje van school, het eeuwige zusje van op school, is goed geantwoord. De cover van haar nieuwe cd is dusdanig bijgewerkt dat ze 15 kilo lichter is dan normaal. Een Amerikaanse zangeres. Klinkt als Minnie Mariah Muis. Carey? Ja, natuurlijk, Mariah Carey. Deze Amerikaanse Oscar-winnares is pas in het huwelijk getreden met countryster Kenny Chancy. Ja. Kom op. Ze speelde in. Pas of antwoorden? Pas. Niet vreemd dat de mooie Amerikaanse actrice zo jong blijft. Volgens eigen zeggen is haar toyboy een één bonk energie tussen de lakens. Ze was getrouwd met Bruce Willis. Ze is in de 40, maar ze ziet eruit als 20. Ja. Heeft een relatie met Ashton Kutcher. Ja, ik weet het wel. Maar zeg het dan. Ik kom er niet op. Oh. Pas. Haar relatie met Pepijn lijkt beëindigd. Nu de presentatrice zoenend gespot is met een ander.
Ze werkt bij BNN, blond haar. Bridget. Ja, Bridget Maasland, goed geantwoord. Hij moet binnenkort een longoperatie ondergaan vanwege de tijd is voorbij. Oh, je hebt 200 euro. Goed, hè? Dat is toch 200 euro, ja toch? Hé, hey, Lisanne, mag ik je feliciteren? Mag ik je ook zoenen? Ja, wel, ja. Nou, moeilijk was dat, hè? Nou ja, ik kom niet meer op die naam. Nee, Rinel Zelweker. Oh ja, die is getrouwd. Is ja. Die, en Demi Moore. Ja, dat weet ik. Ja. Ik weet het. Nou, Rob is er ook wel bij. Rob, had jij ze allemaal geweten? Zeg dat, zeg dat. Ja. Had jij ze allemaal geweten? Een heleboel. Oké. Maar ik kreeg ook hulp van... 200 euro. En Lisanne, voor jou heb ik ook een speciaal... Die is wel heel groot. Daar pas je helemaal niet. Nee, maar ik vind dat het wel precies de maat is. Alsjeblieft. Ja, hè? Nou, gaan jullie even bijkomen van alle commoties? Want ik ga snel door naar mijn winnaar. Misschien kunnen we er samen in. Gaat mijn telefoon rinkelen? Gaat mijn telefoon rinkelen? Krijg ik een winnaar? Superspannend. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Hallo, met Martijn van de Kossepkist. Met wie spreek ik? Met Pep. Met wie? Met Pep. 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 Ja. Hoi, lieverd. Jij zat naar het programma te kijken. Ja. En jij denkt 1000 euro kan ik wel gebruiken. Ja. Nou, wat is het antwoord? Ik had Gerard Joling. We gaan kijken of dat goed is. Ja, dat is goed. Jij krijgt van mij 1000 euro. Geweldig. Fijn, hè? Hey, zeg eens eerlijk, dacht jij dat je er nooit doorheen zou komen met dit soort programma's? Nou, ik heb wel eens vaker gebeld. Ja, maar je ziet, het wordt beloond, hè? Ja. Hey, lieverd, mooi. Veel plezier met die 1000 euro. Doe maar. Oké, doei doei. Doei. Dag, klik. Zo. Dames en heren, we hebben nog eventjes wat tijd over. Nou, wat is dat nou voor shot? Ja, we hebben nog even wat tijd over. Kan ik nog een extra spel spelen? Want ja, oké, we gaan even een extra spel spelen. Een leuke vraag, hoop ik. Leuke vraag? Oké. 0909-8850. Ik heb een bonusspelletje. Waar gaan wij voor spelen? Wij gaan spelen, we gaan die 1000 euro verdubbelen. We maken er gewoon 2000 euro van. 2000 euro hebben wij nu in het prijzensysteem gestopt. Dus in ruil voor het juiste antwoord krijg je van mij 2000 euro. Oké, kijk mee naar de opgave. Daar komt-ie. Ja, dit is een verrassing, hè? Van welk stelletje wordt binnenkort het huwelijk live uitgezonden op de tv? Is dat A, Sylvie Meijs en Rafael van der Vaart? Is dat B, Wendy en Chris? Of is dat C, Bastiaan en Tooske? Dit is een nieuw spel, we hebben nog nooit gedaan. Gaat echt supersnel. 2000 euro zit in het prijssysteem op 0909-8850. Dus, van welk stelletje wordt binnenkort het huwelijk live op televisie uitgezonden? Sylvie, Raphaël, Wendy en Chris of Bastiaan en Tooske? Nou, 0909-8850. Ik heb hier 2000 euro liggen. Klaar. In ruil voor het juiste antwoord, 3 logotjes, trek jij die prijzenpot leeg en dan ben je 2000 euro rijker. Het gaat echt supersnel. Ik heb 3 minuten op de klok. Ik zie daar een klok aftikken. Oh, 2 minuten. Ik kijk verkeerd. 2 minuten op de klok. 2000 euro. Het is echt nu of nooit. Ga jij ze winnen? Nu op de valreep op 0909-8850. Supersnel. Supersnel. De vraag is dus gewoon van wie wordt binnenkort het huwelijk live uitgezonden op televisie? Zijn dat Bastiaan en Tooske, Wendy en Chris of Sylvia en Raphaël? En het gebeurt op SBS6. Dus misschien helpt je dat een beetje. Ja, dus als jij nu kijkt naar die vraag en je hebt een beetje de bladen gelezen, hè, je bent er een beetje goed van op de hoogte, dan weet je het antwoord. Maar de tijd dringt super. Want de 2 minuten zijn bijna voorbij. Dat betekent dat we de laatste minuut ingaan. 0909. 8850. 2000 euro zit er in het prijssysteem. Echt ongelooflijk veel geld. Meer dan 4000 gulden. 0909-8850. Echt fantastisch veel geld ligt hier klaar. Echt heel veel geld. 0909-8850. Weet jij het antwoord? Weet jij het antwoord? Wat krijg ik door? Er staat er iemand met 500 euro erbij. 2500 euro. 2500 euro mogen erbij doen. Op de valreep. Echt, de tijd dringt. Die klok tikt af. Dus als jij 2500 euro kan gebruiken, dan moet je het nu doen. Op 0909-8850. En wees nou eerlijk, jouw Pinkster wordt er onvergetelijk als jij 2500 euro verdient hier in de Kossepquiz. En het kan allemaal. 2500 euro. Bijna 5000 piek. En dat ligt hier gewoon klaar. 0909-8850. Weet je het antwoord? 3 logotjes en 2500 euro ben je rijker. Oké, allerlaatste keer dat wij gaan kijken naar die vraag. Komt-ie. Van welk stelletje wordt binnenkort het huwelijk live uitgezonden op de televisie? Is dat A, Sylvia en Raphaël? B, Wendy en Chris? Of zijn dat C, Bastiaan en Tooske? En ik weet het, jij weet het zeker wie het is. Het wordt op SBS6 wordt het uitgezonden. De laatste seconden gaan nu wegtikken. Op het moment dat het nummer verdwijnt in mijn schoot, kan je niet meer bellen. En gaan wij iemand terugbellen. Dus, wil jij 2500 euro... Klaar.
dit was het. Nou, super spannend. Wij gaan nu iemand terugbellen. Nou, luidjes, een beetje naar je zin gehad? Oh ja. Hartstikke leuk. Wat gaat dat snel, hè, zo die drie kwartier? Het gaat echt onwijs snel. Ja. Nou, als je nou thuis zit te denken, te kijken en je denkt, ik wil ook eens een keer te gast zijn bij die Martijn. Je bent van harte welkom, want ik ben altijd op zoek naar leuke kandidaten. Stuur mij een e-mail op gossipquiz@rtl4.nl. Gossipquiz@rtl4.nl. En dat is tevens ook mijn mailbox, dus als je leuke vragen hebt of je wil iets vertellen, kom maar op, stuur ze allemaal maar. Geen ranzige dingen natuurlijk, maar gewoon leuke dingetjes zijn altijd welkom. Dus gossipquiz@rtl4.nl. Gaat mijn telefoon rinkelen. Hallo, met Martijn van de Kossenquiz. Met wie spreek ik? Hallo, met Ibo. Met wie? Ibo. Ibo. Ibo? Ja. Ibo. Ibo. Ja, met een H. Met een H, Ibo. Ja. Wat, waar komt dat nou vandaan? Uit Somalië. Oké, dat dacht ik al. Lieverd, jij zat te kijken. Ja. Wat is het juiste antwoord? A. A. Ja, Rafael interesseert. Goed geantwoord, goed geantwoord. Oké, A. Maar nu heb ik hier een blad staan met 9 cijfers. Ibo, ja? Wat er ook gebeurt, jij wordt in ieder geval rijker. Dus je dag wordt in ieder geval goed. Als jij de 3 logo's vindt, krijg je van mij 2500 euro. En anders gaan wij gewoon spelen voor keiharde cash. Dus je portemonnee wordt gevuld. Concentreer. En waar gaat je gevoel naar uit? 1. De 1. We gaan de 1 omdraaien. Is de 1 een logo, ja of nee? Ja, dat is een logo. Die heb je vast binnen. Oké. Nu de tweede. 3. Hartstikke spannend. Is de 3 een logo? Ik hoop het zo voor je, want wat mij betreft gaat het geld eruit. Ai, 100 euro. Maakt niet uit. Nou gaan we geld verdienen. De laatste. Een 5. De 5. Is de 5 een logo of is dat gewoon lekker veel geld? Ook een logo. Nou, even kijken. Hoeveel geld heeft ze verdiend? 400 euro krijg ik maar, Ibo. Oké. Want die logo's zijn ook geld waard. Is goed, dank u wel. Oh, niet ophangen, ik laat even zien waar ze wel zaten. Want er kan niemand zeggen dat wij de boel hier besodemieteren. Kijk eens, oh, daar zaten ze. Ik zal ze even allemaal omdraaien. Zo, heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Oké, okay. Hey, veel plezier met het geld, hè? Nou, hartstikke bedankt. Oké, doei. Oké, dag. Dames en heren, dit was Martijn van den Berg met de Kossenquiz live vanuit Aalsmeer. Bedankt voor het kijken en een hele fijne zondag verder. Tot ziens. We zwaaien best wel, hè? Oh, dat is zo geweldig. Echt? Nou, nou.